Nummer 39. En dat is alweer de laatste vlog van het jaar. Want als deze wordt geüpload is het 29 december. En dat is een leuke dag. Want op die dag is mijn moeder weer een jaartje ouder. Hoe leuk. Van harte gefeliciteerd. Lang zal ze leven. Goed. Anyway. We zijn nu dus tussen kerst en oudjaar inbeland. Wat inhoudt dat alle kerstmuziek weer even een jaartje on hold mag. Sommige mensen zijn er heel blij mee. En het gewone leven gaat dus alweer bijna beginnen. Maar niet voordat we natuurlijk in deze tijd van het jaar gaan terugblikken en ook vooruitkijken naar wat brengt het nieuwe jaar. Ik ben persoonlijk niet iemand van de goede voornemens of de standaard goede voornemens. Ik rook bijvoorbeeld sowieso al niet. Ik hoef van mezelf niet af te vallen. Sporten. Ik zou wel wederom weer wat vaker mogen sporten dit jaar. Dus misschien dat ik dat ga doen. Maar ik ben wel geïnteresseerd in jullie goede voornemens. Laat dat weten in de comments. Want misschien word ik wel geïnspireerd dat ik iets lees. Dat ik, ja, dat wil ik ook gaan doen het komende jaar. Laat het weten. En wat het terugblikken betreft, dat gaan wij nu officieel heel goed aanpakken door er een tv-opname van te maken. Samen met Koen en Sander en Kim-Lian van der Meij gaan Nick en ik nu het jaaroverzicht volgens de sterren opnemen. En dat doen we hier in Studio Baarn. Hey, hallo allemaal. Mijn debuut in de vlog. Hey, ook mijn debuut in de vlog. Maar zijn wij dan nooit bij de Koen en Sander Show met vlog? Jawel, dat is waar, ja. En kan ik hieruit concluderen dat jullie onze vlog niet bekijken? Hoe vond je mijn roast van vorig jaar? Nice. Maar meteen over het jaaroverzicht gesproken. Ja. Het hoogtepunt te pakken. Dit? Ja. Ja. Mijn vlog. Oh, ik dacht dat het de hele opname van het programma. Ook? Ja, nee zeker. Ja, dit gaat... Viral. Mag ik zeggen wanneer dit opgedrukt? Nee, dit is? Dit is ook 29 december. 29 december 2017, laat ik op mijn arm tatoeëren. Hallo vlog van Simon. Vlogkijkers. Dag vlogkijkers van Simon Keizer. Dit is meteen jouw hoogtepunt van het jaar natuurlijk. Zeker. Over jaaroverzicht gesproken. Zeker. Dus nu heb je hem al bij deze. Make-up. Geef me je make-up. En zo ziet niemand dat ik een korte nacht had. Top. Even omkleden. Het verdient misschien iets meer uitleg. Begin van het jaar, januari, vroeg januari 2017, hebben wij, maar ook 36 andere BN'ers, voorspellingen gedaan over 2017. Dus wij zelf, maar Koen en Sander ook. Nu blikken wij terug op die voorspellingen, op het hele jaar, of ze zijn uitgekomen, wat is er allemaal gebeurd dit jaar. En dan is het een spelelement. Het is Koen en Sander tegen Nick en Simon onder de bezielende begeleiding en presentatie van Kim-Lian van der Meij. En ik heb hier onwijs veel zin in. Heb je er zin in? Ja, nou, eerst even dit programma. Let's go! Ik ga natuurlijk niets laten zien van het programma, dus ik pik hem weer op na afloop. Ja. Tot dan. Tegen wie zeg je dat? Dit zijn dus al die vlogkijkers. Zijn dit al die vlogkijkers? Lijstjes zijn al die. Hey, verdomd! Ja. Nou ja. Hey! Top. Hey, jij ook? Ja. Wat een neus heb ik eigenlijk, hè? Ja. Nou, dus tot zo. Doei. Doei. Ik pak hem toch even op tijdens de opnames, jongens. Zonder al te veel weg te geven, hoe gaat het? Die marmottenrace deed je goed. Ja. En straks gaan we het spel met de soep en de lepels doen. Dus nee, zin het gaat, ik vind het wel heel gezellig. Superleuk. Dus wij gaan het gewoon uitzenden ook. Ja. Laten we gewoon elke maand een oudejaarspecial doen. Oké, daar gaan we voor nadenken. Denk wel voor na. En de opnames zitten erop. Je ziet wel hoe snel zo'n jaar voorbij vliegt, zeg. Het was indrukwekkend wat er allemaal is gebeurd. Voor mijzelf betekent dit moment eindelijk vakantie. En dat houdt in dat we een kleine 2 weken helemaal niks gepland hebben staan. Ooit toen wij net begonnen, landelijk, traden Nick en ik wel rond de kerstdagen op. En toen hebben we beloofd om dat nooit meer te doen. Die luxe hebben we onszelf veroorloofd. En Annemarie en ik en Kiki ook gaan het vieren deze komende vrije periode. Onder andere door heerlijk
in Nederland een dagje weg te gaan. We gaan naar een fantastisch restaurant in Giethoorn en daar overnachten we ook. En daar heb ik heel veel zin in. Zijn we? Ik heb het gevoel naar Oostenrijk binnen rijden. Ja. Licht technisch leek dit ook een hele lange rit. Het was ook best een lange rit. Maar we maken deze rit op de allerkortste dag van het jaar. Dus het is nu 5 uur en het is pikdonker. Maar goed, we zijn er. Feest! Olé. Ik ben deze vlog voor het eerst aan het filmen met een GoPro, Hero 6 Black om precies te zijn. Ik weet dat die beelden glasscherp zijn. Is dat überhaupt een woord, glasscherp? In ieder geval heel scherp. Ik heb mixed signals gehoord over de audio. Mocht die dus tegenvallen, excuses. Maar ik wil het gewoon een keertje proberen. We zijn dus gearriveerd, hebben heel veel zin in het eten. Dus snel even opfrissen. Dit is dus hoe wij onze vakantie zijn begonnen. Ik ben heel benieuwd, aangezien ik alle comments altijd lees, hoe jullie de vakantie zijn begonnen. Of hebben jullie überhaupt vakantie? Wat zijn jullie aan het doen in deze periode van het jaar? Ik ben benieuwd. Laat het me weten. En de beelden terugkijkend valt het me op dat er inderdaad een beetje problemen zijn audiomatig. Oké, deze camera valt om. Even steviger vastzetten. Zoiets. Ja, wat ik zeg, de audio op die GoPro vind ik een beetje tegenvallen. Daar moet ik gewoon een beetje aan werken. Nog een beetje mee spelen. Dit was de allereerste keer. Mocht je je echt eraan hebben gestoord, sorry. Het is het einde van de vlog. Het is het einde van het jaar. Nogmaals, het is 29 december tijdens het uploaden van deze video. Dat betekent dat het jaaroverzicht volgens de sterren waarmee deze vlog begon vanavond wordt uitgezonden. Allemaal kijken mensen, SBS6. Voor nu zeg ik, het was een fantastisch jaar. Ik hoop dat jullie dat ook zo hebben beleefd. Op naar het nieuwe jaar. Doe voorzichtig tijdens de jaarwisseling. En tot volgende week, volgend jaar dus. Thanks, doeg!